welkom terug van het kinderadvocaatsboekhuis. Ik ga het over hebben over Valentijnsdag. Elk februari is er Valentijnsdag. Dan gaan we vieren. En Valentijn is... je hebt een meisje gevonden. Je hebt verkering. Dan ben je dan verliefd. Als je verliefd bent op een meisje, dan noem je het Valentijn. En dat is een Valentijnsdag. En bij Valentijnsdag kun je iets leuks gaan doen met een meisje. Een voorbeeld. Je gaat naar een film. Of uit eten. Of en dan breng je cadeaus. Dan geef je bonbons. Of een leuke kaartje. Of een bosje bloemen. Of een chocola. Dan kun je geven. Of een mooie tekening, of een mooie brief, dan kun je geven. Maar ik heb zelf ook een meisje gevonden. En die heet Donna. Donna is mijn vriendinnetje. Heb ik verkering mee. Ik ben verliefd. Dus ik heb ook een meisje gevonden. Maar de rest ga ik niet over vertellen. Ik wil... vertellen op mijn kanaal. Als jullie Valentijnsdag willen vieren, dan moet je een leuke meisje zoeken. Want, dan ga ik je uitleggen hoe je meisje kan vinden. Je moet eerst vrienden maken. En als je eerst vrienden, als je echt... ja, die meisje is leuk. Dan kun je meteen verkering vragen en niet eerder. Dan ben je verliefd, dan heb je verkering en dan kun je Valentijn vieren. Oké? Als jullie meer weten van mij, van Chris Podcast, ga naar YouTube, ik heb leuke video's. Joost en meisjes, tempje omhoog! Doeg!